Een uitkering ontvangen, maar daarvoor verplicht vrijwilligerswerk moeten doen. Nou, doorvoeren zou ik zeggen. Jesse Klaver trok vorige week 1200 mensen naar de vereniging. Maar wie is de populairste politicus in onze stad? Geert Wilders. En onze poll gaat deze week over de Don John. Wat vinden we ervan dat deze toren herbouwd gaat worden? Super. Nou, een leuke reactie. Welkom bij Wat zegt het volk? Here we go. Straks peilen we dus wie de populairste politicus is in Nijmegen. En zien we in onze poll wat Nijmegen ervan vindt dat de Don John na ruim 200 jaar terugkomt in de stad. Maar eerst kijken we eens naar uitkeringsgerechtigen. Verplicht vrijwilligerswerk moeten doen als tegenprestatie van je uitkering. Doe je niks, dan word je gekort. Het zou moeten werken als een stok achter de deur. In Rotterdam wordt het als enige gemeente al sinds 2 jaar gedaan. Destijds werd het namelijk opgenomen in een wet. Maar de meeste gemeenten doen hier niet aan mee. Daar zitten dus geen soortgelijke regels aan het hebben van een uitkering. Niet alle gemeenten doen dat. Dat blijkt uit onderzoek van Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Amsterdam bijvoorbeeld weigert een tegenprestatie verplicht te stellen. Het is een kwestie van wederkerigheid, iets terugdoen voor je uitkering. En daaraan heeft in Nederland lang ontbroken. Het is heel belangrijk dat we dat doen. Het is belangrijk voor de belastingbetaler dat hij begrijpt dat er een rechtvaardigheid zit in het systeem. Je kunt bijstand krijgen als dat nodig is. We zijn sociaal met elkaar. Het is belangrijk dat dat bestaat. Maar sociaal zijn betekent ook, we verwachten wel dat je er iets voor terug doet. Over heel Nederland wordt op dit moment slechts 3% van de mensen met een uitkering verplicht een tegenprestatie te leveren. Maar zou het niet juist veel motiverender werken als dit percentage wordt uitgebreid? Bij betaald werk moet je tenslotte ook iets doen voor je geld. Dus waarom zou je voor een uitkering niet iets terug moeten doen? Vandaag peilen we de mening van de Nijmegenaren hierover op straat. Zou Nijmegen een voorbeeld moeten nemen aan Rotterdam? Wij zijn benieuwd, wat vindt u van het idee dat mensen die een uitkering krijgen, dat ze daar een tegenprestatie voor moeten leveren? Dat ligt eraan. Dat vind ik wat genuanceerder liggen dan zomaar te zeggen van dat het een goed idee is. En waar ligt dat aan voor u? Wat die tegenprestatie inhoudt. Of dat een beetje klopt bij wat de mensen zelf willen. Dat vind ik op zich niet verkeerd. Maar ik vind niet dat het je door de strot moet geduwd worden. En dat je iets moet gaan doen wat je helemaal niet ligt. De ene keer wel, de andere keer niet. Het ligt aan wat voor persoon het is. What they think about the idea that you receive social benefits from the government. So if you're unemployed, you get some money from the government. Yeah. That in order to receive that, that you should volunteer somewhere. So that you're actually doing some kind of job. Okay, that's... Is that a good idea, you think? I think it's a good idea, yes. Yeah, you give back to this, so somehow society supports you and then you give it back to them, in a way. Ja, ik denk wel heel terecht. Ja, als jij geld ontvangt, dan mag je daar best een tegenprestatie voor leveren. Nou ja, ik denk dat het een hele goede zaak is, dat er wat voor gedaan moet worden. Het handje ophouden is natuurlijk heel makkelijk, maar er mag best wel wat gepresteerd worden, vind ik, voor de uitkering. Ja, wat riep u, komt er? Tuurlijk! Vind ik dat goed? Tuurlijk. Ja, het is gemeenschapsgeld, hè? Dus daar mag er wat voor, ja, inderdaad wel wat voor gebeuren, ja. En als we dan bijvoorbeeld kijken, want vrijwilligerswerk is een optie en als je mantelzorg doet, dan valt het er ook onder. Is dat een idee? Dat is een idee, zeker, maar het moet wel passend zijn van beide kanten. Dus ook passend bij jou als individu, hè? Ja, dat vind ik belangrijk. Wat voor tegenprestatie zou voor u oké zijn? Bijvoorbeeld iets verzorgends. Oké, de werkloosheid wordt minder. Ja, dat is duidelijk. Maar er lopen nog veel te veel mensen bij huis die best in staat zijn om te werken. En die ook best in staat zijn om een prestatie te leveren. En niet alleen maar het handje ophouden en zeggen van oké, dat is niet voor mij. Of dat is kieskeurig. Ja, hoeft niet altijd. Dus bijdragen aan de maatschappij allemaal. Ja. Ik denk inderdaad in de zorg dan, ik noem maar even wat. Dat is heel belangrijk, vind ik. Ja. Dat je ouderen kunt helpen met kleine dingetjes. Gewoon ouderen kunt ondersteunen met kleine dingetjes. Hoeft niet echt werk te wezen, maar wel kleine dingetjes ondersteunen. Ja. Where are you from? Myself from Romania. From Romania. Do you know how the system works there? Oh, yes, it's a bit similar. So if you get social benefits, then you need to go and do some kind of work in order to get those social benefits. So help with the cleaning or, let's say, help with the other people in need and so on, like rebuild houses and stuff like that. So Romania,
you already have that system. You need to, yeah, because we had too many people that indeed that let's say benefited from just not doing anything else. So, or just sitting back and doing nothing. There's no problem. Well, then Romania is actually, I think, a little bit in front of the Netherlands because we have now only one city that has that system. Oh, okay. Only one system. Yeah. So we should have it in the whole Netherlands. Did it work in Romania? Yeah, it's they're trying to make it work. So it's not so easy. It's not so easy to track everyone and to make sure that they are really respecting that, but and really go to work and really as they're supposed to. But yeah, they are trying to do that. In Rotterdam hebben ze dat zo'n systeem al? Zou dat hier ook moeten? Ja, overal. Maar voor mij mag dat hier in Nijmegen gebeuren. Ja, dat dacht ik al. Om te merken dat kon niet anders. Ja. Haast. Ja. Moet dat in Nijmegen ook gebeuren? Ja, ik denk dat... geen probleem mee. Kunnen we goed gebruiken, denk ik. Of niet? Ja. Nee, ik zou dan eigenlijk voor een vaste baan gaan zoeken. Ja. Wat ik nou ook heb. Maar dat is natuurlijk ook een beetje bedoeld. Ja. Van een extra zetje geven. Als je toch moet werken als vrijwilliger. Hmm. Nee? Nee. Oh ja, dat is wel goed. Vind ik wel goed, ja. En waarom? Goed. Ja, dan doe je toch iets voor niet alleen maar op de bank zitten en geld beuren. Zou Nijmegen zo'n systeem moeten invoeren? Rotterdam heeft het al. Ja, dat vind ik ook een goed idee, ja. Dus je bent in principe, als we dat zo kunnen uitvoeren... Ben ik daar niet op tegen, maar ik vind wel dat je genuanceerd naar moet kijken en niet mensen moet dwingen. Dus zou Nijmegen zo'n systeem moeten invoeren? Ja, maar wel kijken of het wel past bij de juiste persoon. Dat is altijd belangrijk inderdaad. Dat is belangrijk. Goed idee? Ja, zeker. Moeten we dat in Nijmegen doen ook? Ja. Heel duidelijk denk ik wel. Ja, hoor. Dankjewel. Here we go. Het laatste nieuws uit de regio, maar ook live naar N1 kijken en luisteren. Je ziet het op n1.nl. 223 jaar geleden kwam er een einde aan de imposante Don John-toren van de Valkhofburcht. Eeuwenlang domineerde de reuzentoren de skyline van Nijmegen, maar in 1794 werd die dan toch afgebroken. Ja, nu ligt al een aantal jaren een plan om deze toren te herbouwen op de oorspronkelijke locatie waar nu het Valkhofpark ligt. Het is een veelbesproken onderwerp met veel voor- en veel tegenstanders. Eeuwenlang domineerde de reuzentoren de skyline van Nijmegen. Maar de terugkeer van de donjon was omstreden en jarenlang voer voor discussie. Ja, tuurlijk. Er blijft altijd een discussie van moet je een oud gebouw wat niet meer bestaat weer herbouwen. Maar nu gebeurt het dan toch. Vanwege de populariteit heeft de gemeente Nijmegen in 2006 een referendum opgezet rondom dit plan. En daaruit is besloten toch een replica van de donjon te gaan bouwen. Toch had dit nog veel voet in aarde en was het nog jarenlang onduidelijk of de toren er daadwerkelijk zou komen. Nu lijken de meeste zaken rond te zijn en zal de bouw naar alle waarschijnlijkheid eind van dit jaar van start gaan. En binnen ongeveer een jaar zal de toren van ruim 4,5 miljoen euro herbouwd moeten gaan worden. De toren wordt gehuurd door een nog onbekende huurder. En bovenin zal zich horeca gaan vestigen en kun je gaan uitkijken over de regio. Omdat men de afgelopen jaren nog steeds erg verdeeld was over de terugkomst van de toren, zijn wij benieuwd hoe men er anno 2017 over denkt, nu de bouw zo goed als zeker doorgaat. Op Twitter vroegen we jullie naar je mening. Voor- en tegenstanders gingen lang nek aan nek, maar uiteindelijk waren de voorstanders in de meerderheid. Ook op straat vroegen we jullie naar je mening hierover en de reacties waren als volgt. Zijn jullie bekend met Don John? Ja. Ja? Ik vind het wel een leuk idee. Ja? Ja. Dus u vindt het prima dat hij er komt? Of zeg je van niet doen, onnodig? Ja, we doen het dan gewoon dezelfde werk. Ja, ik denk dat ik er weinig vanaf weet om daar echt iets zinnigs over te kunnen zeggen. Ja. De Valkhof, dat ligt al hoog. Hè? Dus, ja, precies. Dus deze komt er bovenop. Ja. Misschien een metertje of 3, 4, 35. Ja. Lekker restaurant erbij. Dus een heel mooi uitzicht over Nijmegen. Dus okay. Misschien wel een grote aanvulling van Nijmegen. Publiekstrekker. Komt hij nog vaker terug? Ja, wie weet. Ja. Dan willen ze namelijk een toren gaan bouwen. Hè? Ja. 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 Dat moeten ze gewoon doen, toch? Gewoon doen? Ja. Ja. Toen dat proefding er stond, 10 jaar geleden, was het? Vond ik hem leuk. 2005. Vond ik hem wel leuk. Ja. Ik zou zeggen, we dat geld breekt die oude V&D af en zet hier tegenover de waar iets moois. Want dit vind ik het ergste hier in Nijmegen. Kijk, als je bij de Valkhof kijkt, het ziet er hartstikke mooi uit. Ja, we zijn er net geweest, ziet er inderdaad mooi uit. Ja. En als je daar nou een oude middeleeuwse toren zet, ja, het is op zich best mooi. Maar dit vind ik een van de mooiste plekken van Nijmegen. Als je de Waag ziet, zo met die hoek daar, met die cafés. En dat ziet er nu niet meer uit, bedoelt u? En dan kijk je naar de andere kant, zie je die HEMA en die V&D. Dat vind ik nog veel erger. Ja, ja. Maar ja, goed, dat zal wel meer kosten dan 4,5 miljoen. Dus voor Nijmegen denken we aan aanvulling? Ja. Maar ook geld. Ja. Maakt me eerlijk gezegd niet zoveel uit of hij nou erg niet komt. Nee. Ik vind het prachtig dat hij weer terug gaat komen. Ja. Goed plan. Goed plan. Ja. Ja. Als je bijvoorbeeld van Arnhem afkomt,
En je ziet hem dan daarboven staan. Dat is een schitterend gezicht. Ja. In totaal was dit het aantal voorstanders. Doen, maar wel veel geld. Top. Super. Ja. Nou, een leuke reactie. Mijn meerwaarde van Nijmegen. Doen, maar wel veel geld. Ja. U bent het met uw man eens? Tuurlijk. Ja. Goed zo. Doen, maar wel veel geld. Ja. Ja, het is veel geld. Het is ook geld. Inderdaad, een hoop geld. Antwoord B. U bent buitenstaander, u zegt antwoord B. Doen, maar wel veel geld. Nou ja, dat zie ik mezelf zeggen. Dus, ja. Ik denk wel doen, maar het is wel veel geld. Dus gewoon top, gewoon bouwen. Ja. Laten komen. Ja. En dit was het aantal tegenstanders. Ja, puur geld, gewoon niet meer. Nou, wat komt er in op? Mij hoeft het niet per se. Het hoeft niet per se. Nee. Ik heb er geen belang aan bij. Dan zou ik voor de derde optie kiezen. Onnodig niet doen. Ja. Geld is op veel andere plekken veel harder nodig. Onnodig. Ja, veel centjes, ja, hè? Ja, dat vind ik onnodig. Andere leuke dingen mee doen. Ja, inderdaad. Ja. Met de peiling op straat en de resultaten via Twitter samengevoegd, is dit de uitslag van onze poll over de donjon. Altijd op de hoogte van de leukste activiteiten in Nijmegen? Like ons op Facebook via facebook.com/bezoeknijmegen. 1200 mensen hadden zich aangemeld en ondanks het barre weer kwam het publiek uit alle uithoeken van het land naar de vereniging in Nijmegen om te luisteren naar de lijsttrekker van GroenLinks, Jesse Klaver. Het is voor het eerst dat Klaver zo'n grote groep mensen toespreekt. 2,5 jaar geleden telde het publiek nog 6 man toen Klaver in de huiskamer van lokaal fractievoorzitter Pepijn Boekhorst sprak. Vorige week stond GroenLinks lijsttrekker Jesse Klaver in een afgeladen vereniging als onderdeel van zijn verkiezingscampagne. Ondanks het slechte en het koude weer wist hij dus toch veel mensen naar de bijeenkomst te lokken. Dat kan erop wijzen dat de populariteit erg hoog is in onze omgeving. Met de landelijke verkiezingen in zicht vragen we ons daarom af wie hier in Nijmegen de meest populaire politicus is. Is dat Klaver, Pechtold, Asscher of misschien wel zelfs Wilders? Wij zoeken het uit. Gaat u stemmen? Waarvoor stemmen? Voor de politiek. Ja, ik heb er nog helemaal niet naar gekeken, maar ik kijk er meestal wel naar van tevoren. Absoluut. En absoluut, weet u ook wie het wordt? Nee. Gaat u stemmen? Ja, ik ga stemmen, ja. En kunt u wel meteen een tipje van de sluier lichten, misschien welke richting u op wil stemmen? Ja, de ASP, ja. Een beetje voor degene die voor ons volk is. Dus. Ja. U gaat stemmen, dus mag ik vragen waarop? Dat hou ik lekker voor mezelf. Do you know who you're gonna vote for? I don't know. Ja, I don't know. Gaat u stemmen? Jazeker. En kunt u het tipje van de sluier lichten, misschien welke richting u opstemt? Nou, geen PVV in elk geval. Nou, helemaal niet bezig met politiek of gewoon? Jawel, maar ik weet niet of ik ga stemmen dit jaar. Vorige keer heb ik volgens mij op CDA gestemd. Ik ben bang VVD weer, maar ik heb me er nog niet echt in verdiept, dus dat moet ik nog doen. Ik ben er niet uit. Ook niet? Nee. De ene ligt nog harder dan de ander. Weet u het al een beetje? Nee. Ik denk het wel. Oh. Nee, ik wil nog wel luisteren. Ik hoor twee verschillende antwoorden. Nee, ja. we willen nog wel wat. Toch nog wel even het aanhoren, maar. Maar dat we het somber inzien. En hoezo ziet u het somber in? Nou, wat denk je? Misschien Wilders? Ja. Zou Trump lookalike zijn, een beetje? Nou, daar hadden we het een beetje tegen Trump gaan. Ja. Ja. Komt u ook in Nijmegen? Ja. Het is wel opvallend dat in Nijmegen is het heel links allemaal. Beïnvloedt het dat ook voor jou? Of is het echt van nee, ik kijk vanuit mezelf wel? Ik kijk gewoon vanuit mezelf. Ik denk dat het vanuit je iedereen er een eigen gevoel over had. U is vrij jong, hè? Ja. Wordt het, denk je dat veel van je leeftijdsgenoten bezig zijn met de politiek? Of is daar een beetje een afname in juist? Als ik dan kijk naar mijn vrienden, die houden zich bijna helemaal niet meer bezig. Ze beloven van alles, maar er komt me niks na. Dus ja. Ik zat vijf tussen D66 en de VVD. Maar ik denk dat ik misschien toch meer naar de VVD ga om te zorgen dat zij sterker worden. Van de PVV. Ja. Nou ja, je hebt een mooie rode plopkap erop. Mm-hmm. Ik stem altijd SP, maar ik ga nou voor een ander kleurtje groen. GroenLinks, ja. Jesse Klaver. Ja, die gaat lekker in de peilingen en in de media. Dus ik denk dat die wel kans maakt om goed te scoren. Ik denk dat het toch wel een hele, heel rare verkiezing gaat worden. Dat het heel verrassend kan gaan zijn. Ja? Ja. Noemen ze een partij? Nou, ik denk natuurlijk de discussie over de PVV, hè, waar het nu op dit moment gaande is. Ja, ik denk toch niet dat ze het gaan redden. Want dat is natuurlijk eigenlijk nog een beetje aangesloten op voorhand. Hè? Ja. Maar wat daar verder uit voortkomt, ja, dat is een beetje koffiedik, denk ik. Ja. Ik ga denk ik niet stemmen. Nee, waar ligt het dan aan? Ja, ik heb er geen verstand van. Nou, ik ga dus voor de Partij van de Dieren. Want de politiek, ik vind het eerlijk gezegd bossen. Ja. En is dat meer omdat je geen vertrouwen erin hebt? Of tegen ook, ik ook, vind ook. Echt gewoon helemaal geen reet aan om te kijken. Ik vind er helemaal geen reet aan. Gewoon helemaal niks. Wie moet het absoluut niet worden?
Ja, Geert Wilders. Natuurlijk bang dat we een soort tweede Donald Trump gaan krijgen met Wilders straks. Als, het zo, als we de peiling moeten geloven in Nederland, staat hij nog wel aardig populair aangeschreven. Ja, maar Wilders gaat niet winnen. Nee. Absoluut niet. Nou, ik denk sowieso de VVD, ja, want die hebben er niet veel van gebakken. Nee. Wie moet nou absoluut niet worden? Valt een beetje in te vullen als je links stemt. Ja, daar hoef ik niks over te zeggen, denk ik. Dat is duidelijk. Ja, een soort tweede Donald Trump kan hij worden als hij het wordt. Hij staat toch wel hoog in de peilingen, maar niemand stemt erop, zeggen ze. Ja, maar je bent in Nijmegen. Ja, dat weet ik, maar dus, toch, ik denk, vraag het even rond. Je weet maar nooit of je die ene tegenkomt. Ja, maar komen, durven mensen er ook voor uitkomen? Dat is de vraag. Dat is een hele interessante. Wie moet het nou absoluut niet worden van iedereen die nou lijsttrekker is? Geert Wilders. Geert Wilders. Ja, hij staat wel bovenaan de landelijke peiling, maar, ja, maar niemand vindt die op PVV staat. Dat is heel gek. Het is echt een Marokkanenhater, hè? Ja. Dus ja, vandaar, ik ben zelf ook Marokkaans, dus... Ja. Vandaar eigenlijk. Als ik Wilders stemmer zou zijn en je zet een camera voor mijn neus, dan... Zou ik ook doen alsof mijn neus bloedt? Nou, weet je, ik zeg niet dat Wilders het niet moet worden. Want hij heeft best wel goede dingen. Maar ik vraag me af of dat hij het allemaal waar kan maken. Wie moet het absoluut niet worden? Geert Wilders. Nou, ik hoop niet zo op de PVV. Nou. Nee. Als ik hem tegen zou komen op straat, zou hem doodmaken. En hoe? Dat wel. Ja, ja. Direct? Doodmaken. Gewoon direct, maakt niet uit. Al moet ik 10 jaar gaan zitten. 10 jaar. Al moet ik 30 jaar gaan zitten of zo, boeit mij niet. Nee. Ja, die Mark Rutte moet ik pleiten, om zo te zeggen. Ja. Ja. Mag ik weer weg. Dus hebben jullie in ieder geval een goede dag als Mark Rutte het in ieder geval niet wordt? Ja, 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 wat zo zeggen. Het ene is wat je kan slagen. Daar is hij heel goed in. Intussen liep de vluchtelingencrisis in Europa redelijk uit de hand en begon Nederland zich voorzichtig af te vragen: waar is Rutte? Waar is Rutte? Ja, weet dat hij in Amerika is. Maar waar is hij in dit hele proces? Waar was Mark Rutte? Ja, waar is Rutte? Waar is Mark Rutte? Oh, kut, het land. En hij kwam terug, vol goede moed. En de pers stond klaar voor het antwoord op die ene grote vraag. Eerst nog een korte sesamstraatvraag, als het me toestaat. Wie is dan uw favoriete personage? By far Ernie en Bert. Die man is premier, dat is toch verschrikkelijk? Het is Ernie, niet Ernie. Tot zover deze aflevering van Wat zegt het volk. Om deze en andere uitzendingen terug te kijken, ga je naar onze Facebookpagina van Bezoek Nijmegen. Daar vind je nog veel meer leuke video's en weetjes over onze stad. Dus like die pagina. Wij zijn er volgende week weer. Graag tot dan. Get it, get it, get it, get it.